In het Lala Roekgebouw heeft vandaag de lancering van Surinames nationale geoportaal Gonini plaatsgevonden. De officiële handeling werd verricht door minister Steven Reliefeld van ROGB. Een geoportaal is een webpagina voor het delen van geografische informatie. Het geoportaal is opgezet in het kader van het nationale Red Plus programma. Dit programma geeft toegang tot up-to-date bosgerelateerde informatie, welke cruciaal is voor nationale en internationale rapportage. Om dit alles te monitoren is er een nationaal bosmonitoringssysteem in het leven geroepen. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht is verantwoordelijk hiervoor. Het is voor ons SBB van zeer groot belang dat wij trots alle downs dit afgelopen jaar nu precies op de grens met het nieuwe jaar toch nog een positieve bijdrage kunnen leveren. Geoportal is een heel belangrijke stap als het gaat om dataverzameling. We staan nog steeds voor een stukje duurzaam bosbeheer en SBB probeert er alles aan te doen om deze doelstelling die we onszelf gesteld hebben met alle mogelijke middelen te bereiken. Onze partners die ook heel veel steun hebben gegeven aan dit programma, daar willen we dank voor zeggen. Straks wordt u het programma gepresenteerd. De naam verklap ik nog niet, maar dat hoort u zelf wel. Rest mij, ik maak het maar kort om u allen het beste toe te wensen straks in 2017, dat we nog intensiever met elkaar mogen gaan samenwerken en onze gestelde doelen op die manier ook kunnen bereiken. Veel geluk in het nieuwe jaar. Dank. De voorzitter van het stichtingsbestuur, Hesdy Esaias, gaf aan hoe belangrijk een geoportaal is voor Suriname. De Gonini is Surinames nationale geoportaal. Hier worden kaarten en andere soorten geografische informatie beschikbaar gesteld voor het publiek. Aan dit product heeft niet alleen het ministerie van ROGB gewerkt, maar ook de Stichting voor Bosbeheer, Bostoezicht en de universiteit. Minister Reliefeld zegt dat het belangrijk is om bossen te behouden en duurzaam te maken. Maar hij is zich ervan bewust dat het niet zo gemakkelijk gaat. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om inderdaad op verschillende fora aan te kondigen het groenste land ter wereld. Maar de grootste uitdaging ligt erin, hoe behoud je dit? Hoe benut je het bos van ons? Hoe beheer je het bos aan de ene zijde, maar aan de andere zijde? Hoe ontwikkel je een dusdanig beleid dat het bos goed wordt benut en beheerd, maar aan de andere zijde dat er vanwege de economische ontwikkeling, zoals ik dat de vorige keer recent naar voren had gebracht, ook op een duurzame wijze aan houtkap gedaan mag worden. Met één druk op een toets werd de launch van het nationale geoportaal Gonini verricht door RO-minister Reliefeld.